dan kijken we nu naar de Iveco S-Way. Een Italiaans raspaard. Het model loopt er weer even mee. Maar we gaan kijken hoe die zich verhoudt tot de andere 8 merken. En wat vind je ervan? Nou, ik denk dat we hem even van dichtbij moeten gaan bekijken. Vind ik ook. Nou, ik zeg, kijk er eens in. Mooi. Ja, de Iveco S-Way. Wat vind je ervan, Mirthe? Ja, het is een beetje een basic model, heb ik het idee. Ja, dat klopt wel. Het is, het is functioneel. Het is, het is niet de grootste, maar je hebt wel, je kunt er prima een week in van huis. Je hebt 2 bedden. Ja, je hebt alles wat je nodig hebt. Je hebt alles wat je nodig hebt. Wat me eigenlijk direct opvalt als ik instap, is geen digitale klokken, maar gewoon old school metertjes. Maar ook hier gelijk aan de rechterkant, je versnelling zit niet hier, maar gewoon op het dashboard. Ja, een mooi groot dakluik met een vliegenhor en een verduistering. Grote bovenkasten, hier nog kleine open vakjes. En pas lekker veel spullen in. Zit ook weer een lampje in dat je kunt zien wat erin ligt. Ja, het voelt wel degelijk aan allemaal. Het is een mooi cilindertje eronder, goed hang- en sluitwerk. En kijk hier eens, daar vinden we ook nog een magnetron. Ja, die Iveco onderbed. Ja, ik vind hem persoonlijk misschien wat aan de harde kant. Maar goed, dat is een kwestie van smaak. Kun je ook wat aan doen. Alle woonfuncties keurig bij elkaar. Je airco, je standairco, je raampjes. Je kunt het allemaal hier regelen. Je kunt de cabine op slot doen. Het is gewoon netjes vanuit je bed kun je alles regelen. Ja, en onder het bed weer een grote koelkast. Met heel slim een klein luikje. Handig voor als je een fles eruit halen. En een grote klep. Is wel lekker ruim. En natuurlijk 2 USB-poorten. Kijk. Je ziet dadelijk bij het dashboard wat kleine open opbergvakjes. Hier, hier. En natuurlijk plek om je bekers in te zetten. En onderin nog plek voor al je papieren. Ja, de S-Way is niet de ruimste cabine, maar groot genoeg voor een week van huis. Ja, bovenbed. Werkt hartstikke handig. Alleen, ja, hoe kom je boven? Heeft geen trapje. Er is ook niet echt een handgreep, dus dat vereist toch enige creativiteit en lenigheid om in je bovenbed te komen. Je kunt hem wel ideaal gebruiken als opbergvak. Als je hem zo scheef zet, kun je natuurlijk je weekendtas en weet ik het wat, kun je hier kwijt als opbergruimte. De stoelen en het stuur zijn goed verstelbaar, waardoor ik echt heerlijk zit in deze stoel. En wat ik heel fijn vind, zijn de grote spiegels. Ja, die Iveco heeft 3 instapjes. Dat is, het staat lekker in en uit. Het is niet de hoogste cabine. Mooie grote opbergvakken. Kijk eens. Ja, daar kan ik weer goed bij. Ja, hier kun je al bij. Maar heeft er nog één. Kijk eens. Ja, dit is perfect. 2 ruime opbergvakken voor je werkhandschoenen, een kannetje water, je gereedschappen, noem maar op. En is toch wel heel praktisch. Ja, en voor veilig overnachten hebben we de nachtsloten op de deuren. Dat is echt een mechanische vergrendeling, waardoor je van buitenaf, ook als je het slotstuk maakt, nog steeds die deur niet open kan maken. Ja, dat is toch een veilig gevoel.